voet op de hand op de rem en dan starten. Hallo. Hallo. Ik ga voor. Oh joh, dat is geen zaak. Heb jij toen wij naar papa geweest zijn, vertrokken zijn, die batterij meegegeven? Ja, ik heb die deze morgen thuis zien liggen naast het mandje onder het papier van Amber. Dag Flapje! Dag vriendjes! Hallo! Ik ga trouwens even de auto starten. Ik heb gewoon een dingetje voor dat. Zo. En dan voet op de hand op de rem en dan starten. Fucking hell. Jongens, jongens, kijk, de focus wall is af. Wow. Dit is dus de focus wall. Ik had een filmpje hiervan gemaakt en doorgestuurd naar Focus Drink, naar hun Instagram. En ja, ze hebben het op hun vraag gezet, gewoon fucking lap. Kijk dan, helemaal af. Ik had nog een paar flesjes beneden staan, ik heb die hierbij gezet. Echt, ik had net genoeg. Net die laatste flesje, ploep, net op tot het einde van die trap. Ik ga zometeen de video opnemen. Ik ga trouwens mijn camera nog opruimen. Want what the fuck is dit? Mijn bureau is ook redelijk rommelig. Dus ik moet nog even opruimen. Maar ik ga douchen, dan de unboxing voor de video. En dan ga ik mijn camera opruimen. Are you ready? Are you ready voor de opgekuiste kamer? Kamer opgeruimd. Ik heb binnen dus net gedoucht, zoals je kan zien. Kijk eens aan. Een wasmand, Marie. Iedereen denkt dat ik waarschijnlijk gestoord ben of zo, maar. Ik heb niet zo'n het is waar. Een nieuwe telefoon. Het is trouwens 15 uur, dus iedereen. Tries kan je elk moment zijn, Katrien en Steven komen ook. Katrien en Marie en Kato en Steven die komt iets later, want die ging nog iets met de voetbal doen ofzo. Ik ga even mijn achtergrond veranderen. Wel. Ik ga mijn oude telefoon ook sowieso bij. Want je weet nog nooit met mij. Het bandje van mijn horloge is weer dood. Ik laat ze wel krijgen, even doen ze biedt. Het is er een beetje opgeruimd, wat ik nu wel ga doen. Is de deur open doen? Nee, ik wilde zeggen de muziek, maar dat doen we sowieso. En wie is er de eerste? Dries. Ik zie Dries staan. Hallo. Hallo. Hey Nestel. Goedemiddag. Dankjewel. Nestel, kom hier. Nestel, kom. Oh man, het is koud buiten. Kom er maar binnen. Hi. Ja, wacht. Ja, wacht. Misschien eerst. Wacht, is het dicht? Ja. Even naar hier gaan misschien. Moet ik mijn schoen dragen? Ja. Hi. Dat is dat je weer naar de kapper bent geweest. Ah ja, vandaag. Oh echt? Ja, het werd te lang aan de zijkant. Dus. Oh, daar heb je helemaal nog zo lang niet gelegen. Nee. Wat moet jij drinken? Ja, wacht even naar de garage gaan. Kunt u zelf kiezen, hè? Hè? Ja, je kunt ergens neerleggen ook. Kinder of zo. De koelkast hier. Wow, what the. Oké. Dat is ook nieuw. Ik had ook zo eentje bij. Dat is van Louis, denk ik. Piet Bam, die kreeg er aan om. Kiest u maar. Duvel. Ja, maakt echt niet uit. Of ja, er zijn blikjes. Ja. Moet je dan een blikje ijsje pakken? Ja. Ik zal het proberen. Hij
dankjewel. Wee. Iedereen is er. Bijna, nee. Iedereen is er nog niet. Wat zit ik te zeggen? Want er zijn nog wel een paar mensen. Met Moeke, Fokke en nog twee anderen. En tante en onkel zijn er ook wel. Er moeten nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja oké. Okay. Ik ben het al kwijt. Wat? Na 2,3. Ja. Ik ben even benieuwd over vandaag. We kunnen wel met de elektrische slep rijden. Ooit al gedaan? Ah, nee. Nee? Nee. Succes. Ja. Hij woont dus 2 jaar verder dan ik. En... Hallo. Hallo. Nee, ik stond hier gewoon. Het is ook toeval. Het lijkt wel... Oh ja. Ziet er wel... Ja, ja, raar uit. Please, volg je? Ja, dankjewel. Laten we eens aan tafel. Zeg gewoon nooit, was dat een bakje? Huh? Oh, dat is wel grappig. Dat is wel lekker. Maar hé, het is lekker. Maar waar? Ah. Hier. Gaan we eten? Ja. Ooit aan gegeten? Ja, ik kan elke dag. Of ja, niet elke dag. Nou, ik wel. Ik ook. Maar ik eet dat elke dag, dus vandaar dat we dat nu maken. Vandaar dat we dat nu maken. Ik eet dat gewoon... Dat is mijn lievelingslunch. Het is heel simpel, maar wel heel lekker. Waar is de rest? Hallo? Kom jullie nog? Je kunt niet zien wat gefilmd, dat is wel handig. Wat is dat voor? Niet weg voor de mensen, denk ik. Waar heb je drank? En wie zit hier dan? Jij zou je potje hebben. Pietjes. Dat is gezonde frisdrank. Zeg, jongen. Ik vind het stappen. Moet je dat niet hebben? Nee. Allee, joh. Die bloemen staan ook weer in de weg. Smakelijk. Ik heb een potje drank. Ja. Al de hele tijd. Ja. Ja. Ja, ergens anders. Maar ik heb dat niet gegeten. Jawel. Ah, jammer. Ja, dat is zout. Ja, die, echt? Dat is altijd zout. Dat is toch altijd? Wat toch minder? Is papa daar zout bij gekomen? Niet dat ik weet. Ah, joep, joep, joep. Hi. Kom dat maken. Dan gaan we een trap playen. Oké, ben je bezig? Filmen? Oké. Zot. En duur! Nee, ja. Nee, want je hebt hier geen beveiliging, dan vliegt het onder tegen. Ja. Heb je kussen? Ja, dat moet je zeker. Wat gaat het brengen? De achter naar achter. Die hand op de trap, zo boem, boem, boem. Daar ging de doos. Hey.
Wacht, moet ik niet terug voor je? Ik heb hem teruggedaan. Dankjewel. Doe maar. Ja, ik was gewoon moe, oké. Okay. Ik kan toch gewoon een dag hebben dat je moe bent. Ja, dat wil ik. Nou, dat is goed. Oké, goed. Ja, dat is leuk, hè. Ja, die gaat moe terugsturen of een taart twee eruit slapen. Dat gaat toch van je mensen zien, of dat zo wat gisteren was het wel. Gelukkig verjaardag, Laurens. 16, Steven, Katrien, Kato, Marie, Lucie. Absoluut niet. Als we Lucie erbij staan. Ja, goed. Ja, dat klopt. Nee. Dankjewel. Hier is de volgende maals, hè? Bro? Dankjewel. Dat is een feestje. Ja, zeker. Oh my god. Hoe gaat het wel? Ze doen mee of wat? Skeetie. Oké, natuurlijk zo. Spoiler alert, de scars contains money. Wat? Spoiler alert, de scars contains money. Ik heb nooit niet gegeten. Zijn er maar een bouwling? Ik heb maar een dochter van een man. Ik heb een bouwling. Oei, een water. Vandaag word je verwend omdat je jarig bent. We hopen dat je deze kaart, dat klant, nog het hele jaar bewaard. Proficiat boeken en fokken. Ik doe geweldig dan, wat de hel. Dit is toch niet normaal, joh? Dat is hier zitten, met een racepiloot. Ja, dat hebben jullie niet gefilmd, zeker? Normaal is hier volgende zaterdag. Oké. Dan moet je eerst nog een drie. Ga ik mijn camera mee pakken? Binnen in dat spel. Ik zei dat ik een GoPro moet hebben. Dat zou wel handiger zijn.
Maar dus, papa heeft... Wacht, waar ligt het, hè? Even... Nee, dat ligt ginder, denk ik. Wie heeft dat dinges van die race? Dingen? Ah, hier. Hier. Kijk. Ik doe eens van probleemlijst, hè, van die chipjes. Ben je rijden met raceauto? Superleuk. Wil je dat daar even lopen? Ja. Zijn we mijn lopen? Met een paar. Dat mag in de ergens. Dat lijkt echt op, dat ik die lens heel dicht hou, maar als we van hier filmen, dan staat je hele hoofd daar nog op. Ah, heel scherp waarschijnlijk. 4K. Dankjewel. Ja, ik hoop het ook. Maar wil jij met filmen van buiten? Tuurlijk, ik ga mee met je, man. Ja. Normaal is 4 december, volgende zaterdag, maar ik heb nog niks vastgelegd, omdat ik niet wist dat we vandaag zouden hebben. Dat is het. Ja. Okay. Dus je moet eerst zien dat er wel just is met me. Ga jij ook een ritje doen, of wat? Ga jij ook een rit? Nee. Maar ik kan je niet van binnen filmen, weet je hoe kut dat is? Dat we je niet kunnen vragen, hè. Als ik nu die camera kijk hoe vast hou. Om dicht persen. Dat is... Het zal echt heel goede content zijn. Dat is zonde. Ja. En als dat zo is... Dat is tegen 200 per uur door de bocht, hè. 200 per uur? Tuurlijk. What the fuck? Goeie content. Goeie content. Oh, what the fuck, jongen, die koek. Die vlogger bij naam. Ik heb trouwens een... Een roesje besteld, die komt morgen aan. Dus, dat is top. Mijn eerste uren bevallen goed met Samsung. Ik heb vroeger ook al Samsung gehad, maar toen had ik er niet zo'n goede ervaring mee. Maar dat was ook een Samsung Galaxy. Eerst een J3 en dan een A6. Je moet je geloven, nu zit ze al een A71, dus zo erg is het al. Toen had ik een iPhone 8, dan een X en nu terug een S20. Denk ik toch? Stond er op de doos. Ja, Galaxy S20. Oh, op camera is dat scherm heel raar. Kijk eens op beeld. Ja. Het ding is ook, ik zal even proberen het verschil te laten zien. Op camera kunt je dat denk ik niet zien, omdat de camera zoveel refresh rate niet ondersteunt. Wacht, hè. Display. Vloeiende beweging. Als je die op standaard zet, zoals mijn iPhone, dat is een 60 Hz refresh display. En. De vloog is een koek in de lucht. En dat betekent dat het gewoon normaal is dat die, om de 60, dat die 60 keer per seconde refresh, wat je gewoon dus normaal scherm krijgt. Als je naar het display gaat en je kiest hiervoor hoog, dan gaat die naar 120 Hz. Waardoor dat er nooit haperingen zijn. Dat gaat fucking smooth. Op camera kun je dat niet zien. Dat is wel een stom ding. Maar in het echte leven kun je dat dus wel zien. Ik heb ook een screen protector besteld, maar die zit er blijkbaar al op. Maar ja, daar heb ik nog een extra. Want mij kennende, moet ik deze nacht al gelijk updaten. Ik snap ook niet waarom, maar... Samsung. Vinger kwam er niet overheen. Begin dan. Oh. Oeh, kaai, kill. Ik ben ook heel slecht in kreunker, ik ben nog nooit... Ik heb niet veel kills, nog niet. Het is 0007, iedereen is naar huis, buiten Dries. Gezellig. En ik heb een heel mooie trui, ik mag niet laten zien aan jullie. De Laurens-trui. Zonder toxic. Heel mooi lettertype, Laurens erop gezet. Ik weet niet of het een spiegelbeeld is op de video. Ik hoop van niet. En de achterkant staat het logo van de school. Ik hou het lang, ik dat. Maar dus iedereen is naar huis, kindjes zijn slapen. Wat gaan wij nog doen? Feesten. Goeie ijsjescontent. Lekker. Ja, zie, je begint daar gelijk wat te doen. Een lekker laket. We hadden net te zeggen. Achter de schermen is papa eigenlijk altijd gewoon een normale mens. Af en toe wel zot trekje. Maar gewoon meer een normale mens. Gewoon dood normaal. En als ik vanaf dit beeld kom, dan begint hij helemaal gek te doen. Showbeest. Maar dan wil je nu ijsje eten.
Oh, schattig. Lekker knuffelen met de papa. Oh, in de stel. Nestel denkt ik wil bevrijd worden. Vindt papatje leuk, hè? Zo'n smile op zijn gezicht. Fun, fun, fun. Daar begint de pret. Dat is een reclame die je nooit gaat vergeten. En daar Krevel bij de beste prijzen. Service inbegrepen. Ik zou je laten weten dat ze maandag gaan bouwen en dan gaan we weer. Dat weet je net op de voor. Je moet er wel doen dat jij dan een broer bent, want dat mag mij niet. Voorzichtig naar huis. Ja, want het is keiver. Ja, maar ja. Ja, dat is niet. Dag. Dag. Bye-bye. Dat was weer een leuk feestje, hè. En morgen gaan we Dries misschien mee wandelen. We gaan wandelen met z'n zessen, zeven, met de hond. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Tot de volgende keer en peace out!